Welkom bij Iedereen kan haken. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren, altijd kei leuk, hartstikke leuk, zo moet ik het zeggen. En we gaan vandaag deze leuke kus haken. Het is echt een leuk mondje en ik gebruik hem nu op kaarten. Het idee is ontstaan met Kerstmis. Ik ging naar een vriendin en zij nodigde ons uit. En ik dacht, weet je, ik neem de kerstkaart mee. En ik ga daar deze applicatie op zetten. Dus wat heb ik gedaan? En ik heb nu even deze kaart. Dit is gewoon een verjaardagskaart. Ik kan er niet eens op komen. Dus deze verjaardagskaart die heb ik gekocht bij de Action. En kijk, ik heb hier al een paar dingen opgeschreven. Dus, en ik heb hier dus 1, 2, 3 gaatjes met de perforator ingemaakt. En wat ik dan doe met die leuke kus. Ik heb die begingaren, die heb ik eraan laten hangen. En dan heb ik het aan de rechtse kant hier, heb ik ook een gaatje gemaakt. Zo. Kijk, en dan komt die kus zo schuin op de kaart, want rechts daar was die te groot voor. En ik vind het wel heel leuk als je dus een verjaardagskaart maakt en je koopt gewoon een kaart en je maakt hem open en die zet die kus op. Maar omdat we hem dus schuin erop zetten, en je hebt de achterkant van de kaart, ga je weer die verbinding maken, tenminste dan doe je weer het garen naar voren trekken en van de andere kant ook weer van achter naar voren, zo, en dan krijg je die kus aan de voorkant. Als je een beetje langer garen houdt, iets langer dan dat ik heb gedaan, je zet er eerst even een knoopje in, kijk, dan zit die goed vast en dan maak je een leuk strikje. Dan maak je eventjes je draad nog iets kleiner. Zo. Zie je? Dan heb je de applicatie en je hebt een mooie kus, je hebt een leuke kaart. Zo maak je eigenlijk, zo kun je heel veel kaarten maken. Ik zou zeggen, ga gauw kijken. Ik heb het heel duidelijk uitgelegd. Abonneren en tot zo! Ik begin met haaknaald nummer 5. Ik heb een bolletje wol gewoon van de Vibra. Dat is de Saskia. Die heeft hele leuke kleurtjes. Oh, mijn kaart valt om. Dus we beginnen nu met een opzetlus. En we zetten 15 losse steken op. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Een stitje begin ketting. Dan gaan we nu een vaste maken in de eerste steek. Dus we pakken deze steek. Daar zetten we een vaste steek in. Dan gaan we een half stokje maken in de volgende. Omslaan door 3, dat is een half stokje. In de volgende steek een gewoon stokje. Dan gaan we dubbele stokjes maken
In één steek zetten we 3 dubbele stokjes. Dit is 2. En dit is 3. In de volgende steek weer een gewoon stokje. En dan gaan we 3 halve stokjes maken. In elke steek 1 die we niet afmaken. Dus de ene steek hier halen we de draad op. En we halen nog een keer de draad op door 2. En we maken hem niet af. En dat doen we nog 2 keer. En in de volgende. Zie je, dan heb je 4 lussen op je haaknaald. En dan sla je om en dan ga je door alle 4 de lussen. Dan gaan we een gewoon stokje maken. Zie je dat die vorm erin komt van die lippen? Dus we gaan nu na die 3 gaan we een gewoon stokje maken. En dan gaan we weer 3 dubbele stokjes maken in één steek. Dus in één steek maken we weer 3 dubbele stokjes. Dus 2. Als het te snel gaat, dan zet je gewoon de video wat langzamer. Rechtsbovenin, daar staan verticale puntjes. En dan kan je de video langzamer zetten. We hebben nu 3 dubbele stokjes gehaakt. Nu gaan we weer in de volgende steek een gewoon stokje haken. Dan een half stokje in de volgende steek. Door 3 lussen en 1 vaste. Zie je dat je nu al de bovenlippen klaar hebt, dat het mooi golft? Dan gaan we deze toer sluiten met een halve vaste. Dus je steekt in de laatste steek in, je haalt je draad op. En je haalt hem meteen door. En dit is de bovenkant van je lippen. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Nu gaan we de onderkant van de mond maken. En we zijn net geëindigd met een halve vaste. En we keren nu het werk zo. Zodat je bovenkant eigenlijk aan de onderkant ligt. Ik leg eventjes mijn begindraadje apart, anders dan ga je daar per ongeluk mee haken. Dan ga je een vaste maken in de eerste steek en je gaat nu natuurlijk onder je stokjes werken. Dus in de eerste steek maak je een vaste. Dan gaan we een stokje maken in de volgende steek. Dan gaan we in de volgende steek een dubbel stokje maken en dat doen we 3 keer, maar dan in elke steek 1 dubbel stokje. Het is een beetje moeilijk te filmen, maar het is dus 1 dubbel stokje in 1 steek. En nog een dubbel stokje in de volgende steek. En nog een dubbel stokje in de volgende steek.
En nu gaan we een dubbel stokje maken in die volgende steek, maar dan maken we er 2 in 1 steek. Dus in deze steek maken we 2 dubbele stokjes. Dit is 1. En in diezelfde steek maken we nog een dubbel stokje. Nu gaan we 3 dubbele stokjes maken in 1 steek in de volgende steek. Dus in deze steek gaan we 3 dubbele stokjes maken. Zet anders de ondertiteling aan, dat helpt ook altijd om het goed te kunnen volgen. Ook als je de video stilzet, dan zie je in ieder geval de tekst eronder. Kijk, we hebben nu 3 dubbele stokjes in 1 steek gemaakt. Nu gaan we verder met 2 dubbele stokjes in 1 steek in de volgende steek. 2 dubbele stokjes. En de steek, ja, die moet je echt eventjes zelf goed kijken. Nu maak je er dus 2 in 1 steek. Dan gaan we weer een dubbel stokje in 1 steek maken in de volgende steek. En nog een dubbel stokje in de volgende steek. En nog een dubbel stokje in de volgende steek. Dus nu heb je 3 dubbele stokjes in elke steek gemaakt. 1, 2, 3. Dan gaan we een gewoon stokje maken in deze volgende steek. Een gewoon stokje en in de volgende steek een vaste. En dan zijn we nu aan het eind gekomen en dan pak je die eerste steek op van je vorige toer, je slaat om en je haalt door met een halve vaste. Je pakt je schaar, knipt af en je trekt je draad door. Kijk hoe leuk! En klaar is je kus voor op een verjaardagskaart, want ik maak hem op de verjaardagskaart. En dan schrijf ik eronder: dikke kus van ons of ja, of om iemand te bedanken of om te feliciteren. Maar in ieder geval, deze heb ik nu af en ik zal dadelijk laten zien hoe het is geworden. Tot zo! Kijk, dit is het resultaat. Ik ben zelf niet zo goed met handlettering, maar ik heb in ieder geval een persoonlijke kaart gemaakt en deze kan in de envelop. En ik zou zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Graag abonneren, onder op mijn foto klikken en de duimpjes omhoog. Tot de volgende video.